Hallo, beste volgers en kijkers van Arthur Kookt. Hartstikke leuk en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. In deze nieuwe kookvideo ga ik jullie laten zien hoe je bloemkool moet koken. Vergeet me even niet te volgen op Instagram Arthur Kookt en YouTube Arthur Kookt. Veel kijk en leerplezier gewenst. Heb je allemaal nodig om bloemkool te koken? Bloemkool, een vergiet, zout naar keuze, nootmuskaat, een vork en een pan met water om te kunnen koken. Ik ga even ananassen en dat moet altijd voor je gaat koken. Warm je, klik je op uit de diepvries of op een andere manier opwarmen. Ook even je handen wassen, ga je bakken, ook even je handen wassen. Dus altijd, voor je gaat koken, even je handen wassen en ook als je een soep maakt. Kijk maar mee. Je handen afdrogen. En klaar. Ik ga eerst even het licht aandoen en de afzuigkap aandoen. Hier ben ik wat minder verstaanbaarder, maar dat moet echt even. De afzuigkap staat aan. Dan heb ik de kookpan op mijn kookplaat en dan op 9. Dan kan ik lekker kan koken. Als het water kookt, dan kan de bloemkool erbij. En een klein beetje zout. Kijk maar mee. De bereidingstijd van de bloemkool verschilt van grootte en dikte van ongeveer 5 tot ongeveer 8 minuten. Zoals je bij mij kunt zien heb ik niet hele grote of dikke stukken. Dus doe ik het in ongeveer 6 minuten koken. Heb je zelf thuis nou wel grotere of dikkere stronken bloemkoolroosjes. Dan kook je natuurlijk wat langer. Ga ik ondertussen even kijken of het water al kookt. Ja, het water kookt. Dus de bloemkoolroosjes kunnen erin. En dan het zout. Kijk maar mee. Omdat het water kookt, doe ik voorzichtig de bloemkoolroosjes erin. De wekker zet ik op 6 minuten. Als je afgaat, dan klik je even met de vork in om te kijken of de bloemkoolroosjes echt gaar zijn. Dan ga ik ondertussen even wat zout toevoegen. Zo. En dan wacht ik even tot de wekker is afgegaan. Ondertussen pak ik de vergiet en die zet ik vast in de gootsteen klaar. Zodat als de bloemkool dadelijk klaar is, dan kan ik het gelijk afgieten. In het vergiet. Zorg ervoor dat de pit niet te hoog staat. Bij mij stond ze op 9, nu heb ik hem op 5 gezet. Maar zorg er wel voor dat de bloemkool blijft koken. Hele andere tip van Arthur Kookt. Het kookwerk is net afgegaan. Ik heb even de bloemkool gepakt. En ik ga even controleren of de bloemkool goed gaar is. En dat doe ik door erin te prikken. Kan ik er helemaal doorheen prikken? Dan is het gaar. Want als het nog niet het geval is, dan moet ik nog wat langer, maar in mijn geval ging het er goed doorheen. Dus is het klaar. En kan ik gaan afgieten. Kijk maar mee. Ik heb even mijn overhandschoenen gepakt. Veiliger. Doe ik even de afzuigkap uit. Fornuis uit. Kookpit uit. En dan ga ik hem zo hier in het vergiet gooien. De bloemkoolroosjes. Ga ik even schudden zo. En dan doe ik dat weer terug in de pan. En dan ga ik hem even afmaken met nootmuskaat. Kijk maar mee. Ik heb een klein beetje nootmuskaat op mijn hand gedaan. En dan strooi ik er dan een beetje zo overheen, over de bloemkool. Even schudden zo. Ja, en dan ruikt het hartstikke lekker en dan ziet het er zo heel mooi uit.
Hallo beste volgers en kijkers van Arthur Kookt. Hartstikke leuk en heel erg tof dat je deze nieuwe kookvideo van Arthur Kookt weer tot het einde hebt afgekeken. Echt heel erg dankjewel daarvoor. In deze nieuwe kookvideo heb ik jullie laten zien hoe je bloemkool kookt. Het is heel erg goed gelukt, al zeg ik het zelf. Vond je het nou een hele leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Reageer onderaan de comments wat je van deze video vond. Laat ook even weten of ik een ander soort groente kan koken. Als je daar nog wat over wil weten hoe je dat kookt. Vergeet me even niet te volgen op Instagram Arthur Kookt en op YouTube Arthur Kookt. Klik dan gelijk even op het belletje. Dan krijg je weer een melding wanneer ik weer een nieuwe kookvideo online heb gezet. En even op de abonneerknop. Deel deze video met iedereen in je omgeving. En dan zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Laters.